Kerkpol. 22 geworden. Maar wie gaat Bol kloppen als deze mannen vooruit blijven? Hij heeft nog wel eens gesproken over die etappe. We zijn bij de vliegbasis Soesterberg. We krijgen dus zometeen de tussensprint. De strijd om het groen. Die groene trui nu om de schouders van Roglic. Wat behoort eigenlijk toe aan Gesink? Want ja, die kwam als eerste over de streep. Door de tijd erin. Dat is een lastige bocht. Ja, het is een hek vanwege die vliegbasis die daar ligt. Hey, valpartij. Ja, dit is heel waar. Poels, Wout Poels zegt, ja. Het zal toch niet waar zijn? Het is wel waar, maar ik denk dat hij er goed vanaf komt. Kras. Ja. Dat zijn toch geen kleine valpartijen? Twee mannen van Lotto. En die blijft liggen. Oh man toch. Maar op een stuk waar het eigenlijk nog niet aan de hand was, dat hek, dat komt daar verderop pas op de weg. Moment. Kan niet achterin voor de bol door Jumbo-Visma achterin paniek ontstaan. Ja, Dennis, onze eentje koppen, deed die 2 jaar geleden nog voor Gegenhardt. En Affini daarachter, dat zijn de tempobuilen binnen die ploeg ook. Oeh, dat ziet er slecht uit voor deze man. Einde. Vuelta. Nou, dit is pijn nieuws. Affini. Italiaan. Die verschrikkelijk tempo kan maken. Die zou ook zomaar in de laatste kilometer weg kunnen rijden. Dat zal vandaag waarschijnlijk niet gebeuren. Maar hij staat wel in de benen. Hij kan dat. Dan gaan ze sprinten. Pedersen doet mee. Bennett doet mee. Maar Mats Pedersen van Trek. Waar ligt die streep? Hier. Ze zien die streep niet goed, er wordt geschud. Ja. Maar het gaat nu niet meer stilvallen. God, ligt Wout Poels er ook gelijk bij zich. Ja, ze redt op achterstand. Hij zal nog wel weer opstappen, maar gaat op achterstand binnenkomen. Nervositeit blijft nu. Er komen ook helemaal met de kustbanen en met